When you think Dutch, you think bicycles, cheese, and windmills. One Dutchman has taken the nation's love for bikes to a new level. The 39-year-old plans to visit every bicycle cross junction in the entire country. To prove it, he'll take a selfie at all the 8,000 points. Dit is eigenlijk een ideale mogelijkheid om, om heel systematisch Nederland te bezoeken. Nou, er zijn er zo'n 8000 totaal in Nederland. En ik heb er nu zo'n 320 geclaimd. The enthusiast came up with the idea in 2013. A period when he wasn't feeling so well. He needed to empty his mind and decided to cycle to Switzerland. It works so well, he decided to continue cycling. Even terug naar niks. Even terug, ja, gewoon lekker basic. En op je eigen kracht gewoon zo ver komen, dat heeft me heel veel goed gedaan. En toen eenmaal in Nederland, dan blijft dat fietsen toch zitten. Het zit toch in je bloed en dan wil je verder. En op een gegeven moment ben ik dus dat knooppunt fietsen gaan doen. Arno plans to cycle 8,000 kilometers this year. To visit as many junctions as possible. And yes, it is possible, even in the Netherlands, 41,543 square meters.